We dachten dat het leuk zou zijn om een familieabonnement te nemen op het Haga ziekenhuis. We hebben ook een beetje leuk nieuws. Nou, het gaat niet lekker met hem. Zodra hij er gaat staan, dan wordt hij weer helemaal wit. Dus ik ga even wat eten halen en een rolstoel. Verdieping 0. En toen ging het licht uit. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dit doen. En ik ook. Dus ik dacht wel gelijk, oké, dat ga ik dus niet meer doen. Want deze trauma wilde me er ook nog even bij geven. Nee. Ja, maar nou kapt het hoor. Dit ziekenhuis. Nou alleen ik nog even en, oh, dan is het klaar. En het is tijd voor mijn ene laatste borstvulling. Ze gaan er dit keer 100 cc bij doen in plaats van 60. Dus ik ben heel benieuwd naar het verschil. Nee. En er is maar gevraagd door het ziekenhuis om even naar de tandarts te gaan. Om te checken of mijn gebit nog in orde is. Omdat ik natuurlijk ook chemo heb gehad, et cetera. Maar die chemo allemaal niet goed voor is. Echt, oh, het doet zo zeer. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou, we dachten dat het leuk zou zijn om een familieabonnement te nemen op het Haga ziekenhuis. We zijn vandaag niet voor mij of voor Jesse Silver. Nee, dit keer voor Sergio. Sergio die heeft al helaas een best wel lange tijd regelmatig last van bloed in zijn ontlasting. Bloed in de pot. En bloed in de pot is natuurlijk nooit goed. Dus ja, je schiet je kapot, maar ja, dan gaat het weer weg. Okay, nou, het zal wel, het kan misschien een scheurtje zijn. Ons hoop is heel erg gevestigd op toch aanbijen. Ja, of een scheurtje. Of een scheurtje. En niet iets veel ernstigers, want dat zou verschrikkelijk zijn en dat kunnen we er echt niet bij hebben. En gewoon überhaupt willen we dat niet hebben. Nee. Hoe gaat het met je schat? Ja, zenuwen in mijn buik. Ja. Ik heb net het eerst in mijn leven iets in moeten brengen. Een klisma. En nou, dat ging eigenlijk verrassend goed. Dus dat viel mee. Veel mee. Ja, want ze gaan je ook geen verdoving geven. Dus nee. Je gaat niet onder narcose. Mochten ze nou iets vinden wat niet oké is, dan gaan ze inderdaad een ander onderzoek inplannen en dan krijg ik een roesje. Dat gaan ze nu niet doen. Maar ik weet nog van de vorige keer dat het gewoon. Als ze aanbij zouden zien, doen ze er elastiekjes omheen en dat is echt niet fijn. Het onderzoek zelf is zeker niet prettig te noemen, maar dat is vrij snel voorbij. En ja, het is meer dat door de aflevering dingen van Ruud de Wild, dat je er een beetje meer zorgen om maakt. Sergio die heeft al een keer eerder een aanbijen procedure gehad, om zo maar te zeggen. En toen ging hij bijna van zijn stokkie daarna, want hij dacht. Oh. Dat weet ik. Ik was op de motor, ja. Ik ga wel. Ja, ik denk, ga even langs, want aanbijen hebben ze een stiekje overheen gedaan. En toen zei ik, nou, bedankt. Ja, ik voel me wel. Gaat het, meneer? Ja, ik voel me. Hey, daar ben je. En ik sta van het bed op en ik ging het licht uit. Nou, een seconde, maar. En toen werd ik gebeld. Toen heb je jou gebeld, hè? En toen ben ik vanuit mijn werk jou komen halen gelijk. Het is vandaag 18 januari. En er staat een dikke mist. We zien het ziekenhuis niet eens. Nee, we wisten ook niet hoe ver we nou van het ziekenhuis stonden. Maar we zagen een plekje en we denken, nou, proppen er maar hier neer. En volgens mij was het de laatste zijweg. Ja. Dan weet ik ongeveer dat het volgens mij heb je gelijk te lopen is. Van het zo zien. Ja, toch? We hebben ook een beetje leuk nieuws. En dat is waarschijnlijk dat ons huis half april gaat worden opgeleverd. Want we hoorden van al onze andere huizen al dat het waarschijnlijk ergens in maart zou zijn. Eind maart, april. Dus ja. Spannend. 2 hours later.
Meneer werd net even helemaal wit. Zijn ogen gingen rollen. En toen ging het licht uit. Ik kan me herinneren dat ik een hele fijne gedachte had. Op de stoel? Ja. Oh. Ik had het helemaal niet in de gaten. Ik was gewoon aan het denken. Serieus? Nou, ik vond het heel eng. Je ogen die gingen rollen en je liet het water vallen en het brood. En toen ging je oud. Het duurde wel een paar seconden voordat je weer bij kwam. Nou, dat vergeten we niet meer. Je had gewoon moeten eten. Ja. Kom je daar nou bij, dat je niet had mogen eten dan? Weet ik niet. Even bijkomen. Hè? Nou, het gaat niet lekker met hem. Zodra hij gaat staan, dan wordt hij weer helemaal wit. Dus ik ga even wat eten halen en een rol. Verdieping 0. Het vlagen. De ups en downs. Maar voor manier. Nee, neem nog maar even een hapje en even een slokje. Gaat Florence Nightingale je even verzorgen. Nou, we zijn lekker in bed gedoken. Ja. Je hebt een harde handdoek onder je bibs. Voor de tegendruk. Hè? Maar volgens mij hebben we nog helemaal niet verteld wat het nou eigenlijk was, of wel? Nee, volgens mij niet. Nee, ja, het kwam erop neer dat het aanbijen waren, maar ik dacht altijd dat aanbijen gewoon een soort van gesprongen adertjes waren. Maar het blijkt dus gewoon een verzakking te zijn. Dus ik heb een facelift gehad. Een facelift. Een buttlift. Nee, ook een rectale facelift. Ja, wat een fijn onderwerp ook weer. Maar, ja, het was een verzakking in het slijmvlies. Ja, en dan dat komt dan... door verschillende dingen, hard persen, lang op het toilet zitten, dan zit je in de kom schijnbaar niet goed. Nee, maar dat is dus even, je gaat er nu zo over en het zo doorheen. Maar ja. Ik denk dat heel veel mensen dit doen. En ik ook, dus ik dacht wel gelijk, oké, dat ga ik dus niet meer doen. Wat we dus vaak doen, ik vind wc altijd even een rustmomentje. Nee. Even alleen, weet je wel. En dan blijf je vaak wat langer zitten dan nodig. Even op je tv, op je telefoon, even ditje, datje, even reacties beantwoorden op de vlog. Maar doordat je dus inderdaad in die kom zit, komt er een bepaalde druk op, waardoor die slijmvlies gaat verzakken. En dan kan je dus dit soort klachten krijgen. Dus nee. Nou, bij deze, let erop. En ze zei ook letterlijk, als je dat wil, gewoon broek omhoog als je klaar bent, klep omlaag en ga op die klep zitten. Ja. Nou, het zit dan toch weer net niet zo lekker. Want je denkt, ja, nou, dan kan ik er net zo goed afgaan. Maar goed, in ieder geval, het is dus echt niet goed voor je. En wij zijn heel blij dat het niet iets anders het ergste is, was. Inderdaad. Ja. Dat is wel echt een hele geruststelling. En nee, ze trekken er dan 3 elastiekjes om gezond huid. Wat dus de rest weer recht trekt. Of ja, strak trekt eigenlijk. Ja. Dat sterft dan af. Waardoor het een soort van facelift is. Ja. Dus, en, maar hij werd dus niet lekker omdat hij niet had gegeten van tevoren. En hij had blijkbaar ergens in zijn hoofd dat hij niet had mogen eten. Ja. Maar dat moet dus precies andersom juist zijn. Wel. Je moet juist wat eten. Ik kom er hartstikke nuchter aan. En, ja, hij ging dus. Hij was nuchter. Hij had alleen een kopje koffie. Had hij genomen omdat hij dacht, dan kan ik even naar de wc. Want hij moest naar de wc. En daarom die klisma. Kom je daar... Spanning natuurlijk. Het deed geen zeer. Het is niet prettig. Nee, maar het deed geen zeer. En dan ben je klaar. En dan ga je gewoon letterlijk van je stokkie. Dus als je ook zo'n onderzoek hebt. Heel belangrijk om te eten van tevoren. Het is geen operatie, zeiden ze. Nee. Maar daar heb je nu nog steeds behoorlijk last van. Want je trekt toch af en toe nog een beetje weg. Nou, wegtrekken is een groot woord. Maar nu... Er zit gewoon iets wat natuurlijk aan het afknellen is. Ja. En... ja, het zucht gewoon de hele tijd. Een beetje ups en downs. En dan denk ik wel, het gaat wel. Je voelt gewoon constant een vervelende aandrang inderdaad. Ja. En die moet je negeren. Dus, en ik heb het wel heel erg koud. Alsof ik ineens echt kapot moe ben. Dus het trekt wel gewoon energie een beetje
Maar je bent wel warmer nu hoor dan net. Bepaalde kant uit. Daarnet had je ook echt een koud hoofdje. En... Dat komt door jouw lekker eitje. Ja, ik heb even een lekker eitje gebakken. Ja. Dat was goed hè? Ja. Dat is een goeie hè? Ja, dat is goed. Ze kan nog geen ei bakken. Dus inderdaad op mij niet van toepassing. Niet van toepassing. Verder zit er niet veel in. Maar de... Nou, ik ben weer gerustgesteld. Ja, ik ook. Ja? We zullen het even lekker... Wat doe je? Van... Oh, ik dacht dat je lekker werd. Nee. Even lekker douchen. Nee, zo zag jij eruit. Doe eens even met je ogen, want dat leek er heel erg op wat je deed. Zo. Nee, zo. Nee, dat is toch dit? Nee, dat loense, zeg maar. Ja, zo deed je. Ja, echt. Ja, en dan zo naar beneden zo. En toen was je weg. Ja, ik heb dus nog nooit iemand zien flauwvallen. Dus ik schrok me weer de rambam. Maar ik denk ook tuurlijk... We zijn heel onscherp. Deze trauma wilde me er ook nog even bij geven. Nee, ik dacht gewoon een speciaal momentje met jou te hebben. Gewoon iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Om dat jou dan te geven, mee te geven gewoon. Maar wat ik wel heel apart vond, is dat jij dus niet echt hebt gemerkt dat je oud ging. Nee. Oud bent geweest, maar dat je wel ineens hele fijne gedachtes kreeg. Toen ja, dus blijkbaar... Niet letterlijk gedachtes, maar gewoon... Nee, je voelde je wel prettig. Ja. Oh, ik ga oud, lekker. This is dying. Ik voelde gewoon dat ik kreeg het warm en gewoon klootgevoel. Oh, ik trek het niet meer. Hey. Ja, zoiets. Ik mocht niet aan je zitten. Niet? Nee. Hoezo niet? Nou ja, ik kwam binnen en toen deed ik zo. En ja. Oh, van mij? Ja. Ja, ik dacht van de zusters. Nee, van jou. Oh. Sorry. Dat is net een bevalling. Oh, echt hè? Ja, maar nou kapt het hoor. Dit ziekenhuis. Nou alleen ik nog even en, oh. dan is het klaar. Een hele goede morgen. Het is vandaag 19 januari. En het is tijd voor mijn ene laatste borstvulling. Ze gaan er dit keer 100 cc bij doen in plaats van 60. Dus ik ben heel benieuwd naar het verschil. En... of ik dat ook meer ga voelen of niet. En ik kwam er vandaag ook achter, aangezien ik een hele lange tijd even geen mascara op had gedaan blijkbaar, dat ondertussen mijn wimpers als een malle zijn gaan groeien. En ook heel erg mijn onderste wimpers. Moet je kijken. Ik weet niet of dit kan. Scherpste. Ja, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar ik was blij dat ik mijn wimpers had kunnen houden. Dat er wel een paar wat minder waren geworden, maar dat ze niet helemaal uitvielen. Totdat ik klaar was met mijn chemo en ze ineens, poef, allemaal verdwenen waren. En dat was zo'n raar gevoel. Dat was echt dat je gewoon niet meer weet wat is nou mijn ooglid en wat is nou, zeg maar, dat randje waar je normaal gesproken wat op tekent, zeg maar. En het is dus nu, wat zei ik, 19 januari en ik heb 3 november mijn laatste chemo gehad. Oh, dat weet ik zo echt niet meer uit mijn hoofd. Ja, dus we zijn eigenlijk 2,5 maand verder. Nou. Gaat snel hè? Eigenlijk wel. Ja. Maar ja, voor je gevoel gaat toch alles te langzaam. Mijn haar is eigenlijk ook alweer heel erg gegroeid. Alleen toch denk je, ja, mag sneller. Allemaal bakpaarden. Ja, mag sneller, maar het is gewoon... Te bedenken, twee, drie maanden terug was je gewoon echt helemaal kaal. Ik was gewoon kaal, ja. Dat is echt wel heel... Je vergeet dat eigenlijk heel snel, hè? Als je dan foto's ziet. Maar toch denk ik dan soms, dan vond ik dat hele kale, maar soms toffer staan dan wat... Nu begint het al een beetje wat vorm te krijgen, maar dan toen ik die oude mannenkrans had. Dat was even een moment van schaamte waar je doorheen moet. Maar, nou, ik zoek even. Ben niet ontevreden. Ik twijfel alleen wel om mijn haar, als het zo donker blijft, om het later toch weer gewoon te gaan blonderen. En ik ben eigenlijk blond van mezelf. Ik was vroeger heel blond. Maar in de tussentijd ben ik
een stuk donkerder geworden. En ik heb mijn haar een keer paars gehad. En dan op een gegeven moment, ja, dan blijf je dus maar verven. Want ja, anders wordt het gewoon super lelijk als je lang haar helemaal moet laten uitgroeien. Dus op een gegeven moment, ja, ben je gewoon altijd aan het verven. En dan weet je niet meer wat je echte kleur is. Maar ik vind dat blond hoort gewoon bij mij. Weet je niet? Of heb jij dat weer minder? Ik heb dat denk ik. Nou ja, ik vind blond wel heel mooi. Maar ik denk dat ik het ook niet erg zou vinden als je het even naturel houdt gewoon. Nou ja. We gaan het meemaken. Voorlopig laat ik het nog heel eventjes zo. Nou, ook omdat het gewoon zo slecht is voor je haar. En, ja, is al vrij stug. Ja, daar was ik heel ontevreden mee, maar nu toch eigenlijk wel heel erg tevreden. Want nu met mijn pruik heb ik gemerkt hoe het is om gewoon heel... Het zijn de twee uitersten. Die pruik is echt zo zacht als ik weet niet wat. En je eigen haar is natuurlijk vrij stuk, maar er zit er nu wel wat tussenin. Ja. Nou ja, we zijn er. Morgen. Het is de 20e. En we zijn onderweg naar de tandarts. Naar tandarts Brigantijn in Ippenburg, Den Haag. Dat is ook mijn gitarist geweest. En een hele goede tandarts. En daar is maar gevraagd door het ziekenhuis om even naar de tandarts te gaan. Om te checken of mijn gebit nog in orde is. Omdat ik natuurlijk ook chemo heb gehad, et cetera. En ik dadelijk ook weer aan de chemotabletten ga. Dus ik heb maar gelijk even een afspraak gemaakt. En ook voor Sergio. Want het was weer tijd. Dat was alweer even een tijdje geleden. Ik kreeg een appje toch, volgens mij. Van een sms'je. Ja, ook. Okay. Kaartje. Ja, dus het kwam eigenlijk ook precies goed uit. Ja. En ik was eigenlijk net voordat ik aan de chemo en zo begon ook al geweest. Om alles te laten doen, omdat ik tijdens de chemo's en zo geen behandelingen mocht laten doen. Ja. Dus nou, ja, daar zijn we weer. Ik heb verder nergens last van, dus het zal weer tandsteen schoonmaken zijn. En, Ja, voor mij ook, denk ik. Ik hoop wel dat ik het wat beter heb bij kunnen houden met tandenstoken en zo. Ja, dat blijft voor mij nog steeds uit mijn systeem. Ik krijg het dan niet even. We gaan het meemaken. Ja, nou, het is me uiteindelijk meegevallen. Ik heb toch gehad, ja. Ik heb toch alles doorgelopen. En ik heb een nieuwe wens, weet je dat? Nee, dat weet je al. Nee? Ik heb een nieuwe wens sinds oktober. Oh? Ja. Oh. Kijk, jongens. Wat zijn er? Zo, nou, dit is denk ik voor het eerst in mijn leven dat ik geen tandsteen had. Hé, hey. Oh, die chemo allemaal niet goed voor is. Hij vond het een ongepast grapje. Hij vond het ook, ja. Hij wist niet hoe hij moest reageren. Ja, ik kan beter zelf maken, ja toch? Ja. Nee, maar hij zei, het kan best wel zo zijn dat... Oh, is het licht zo mooi. Dat door de chemo de zuurgraad van je speeksel wat veranderd is. Waardoor je dus minder last van tandsteen krijgt. Oh, ja. Mag het ook even een keer iets als een voordeel hebben, zeg maar. En jij moest weer naar de mondhygiënist, hè? Ja, die was blijkbaar al ingepland, dat wist ik niet. Ja, kan beter gewoon gelijk doen, schat. Ja, nee, is ook zo. Dus, en het viel ook mee, hè, deze keer? Ja, qua pijn of hoeveelheid? Ja, allebei. De hoeveelheid op zich wel. Ja, pijn is altijd hetzelfde. Maar ze heeft toch spul? Of heeft ze dat nu niet gedaan? Ja, ja, ja. Oh. Ik weet niet, het blijft gewoon rete gevoelig bij mij. En, ja. Ik ben gewoon een hele gevoelige jongen. Ja. Ja. Nee, ik weet niet, dat tandvlees is gewoon een beetje weg. En dan ligt dat, die zenuw een beetje bloot. En dan hoeft ze dat maar aan te tikken. En ik schiet met mijn benen tegen het plafond. Maar jij hebt jarenlang heb jij gewoon s'nachts naast je bed ijstier gehad. En liet dat lekker doorwerken in de nacht. Ja, dus dat zal er ook wel voor gezorgd hebben. Ja, maar hij heeft een keer gezegd dat het zou zijn omdat ik te hard gepoetst heb heel lang. Oh. En die ijs die was inderdaad mijn eigen theorie. Ja. Ik weet het niet. Nou ja, het zal allebei niet heel erg goed zijn. Nee.
Nou, we zijn nu weer bijna thuis. Vandaag komt er iemand langs. Daar gaan we even mee praten over de badkamer om te plaatsen. Gaan we even kijken of we daar tot een leuke deal kunnen komen. En of we er vertrouwen in hebben. Dus dat zou ook fijn zijn als we dat weer kunnen afvinken. Nou ja, wie weet is die wel zo goed. En kan die misschien nog wat meer dingen doen. Ja. Als dat zeker kan en mag of zo. Omdat hij natuurlijk wel werkt voor Harry Suiker. Ja. Dus ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar we gaan gewoon eens even kijken. Verder heb ik net lekker een leuk fotootje gepost van mijn wimpers. Omdat het ze eigenlijk belachelijk snel en lang gegroeid zijn. Maar het nadeel is dat dat dus niet alleen om mijn wimpers is. Maar ook gewoon over de rest van mijn lichaam. Dus ik heb ook gemerkt, want ik ben eigenlijk heel blond. Dat normaal had ik allemaal blonde haartjes op mijn been. En die zijn nu ineens donker. Dus ik lijk ineens Chewbacca. Dus ik denk dat ik ook nog even ga sparen om mijn benen te laten laseren. Want ik vind dat zo'n hel. En het groeit zo snel. En het is zo'n groot gebied elke keer. Dus ja, ik denk, nou heb ik ze lekker geschoren. En dan nog zitten de stoppels. Zo ja. Irritant. Dat was ook het voordeel van chemo. Hè? Er was gewoon alles weg. Ja. Gewoon helemaal smooth. Ja. Ja, ik dacht al vannacht wat jeukt en zo. Ik dacht hier helemaal uitslag op mijn benen. Want het was van jouw stoppeltjes. Nou, we hadden het net eventjes over beharing. Ik heb dus net met een epilady mijn armen weer gedaan. Auw. En mijn benen is voor het eerst gelukt. Maar echt, oh, het doet zo zeer. Ik heb echt... En dan weer een stukje... Man. Maar we hebben het er nu over gehad om toch eens misschien te gaan kijken naar zo'n soort van laser. Zo'n IPL, dan doen ze hem met een lichtflits. Om dan die ontharing te doen. Want ik vind dat zo vervelend. Op mijn gezicht moet het allemaal blijven, maar op de rest mag het lekker weg. Dus daar gaan we even naar kijken. Dus hebben jullie er één? En zijn jullie er heel tevreden over? Laat het ons even weten, want wij zijn erg benieuwd. Zijn we naar aan het zoeken? En verder ben ik nu even alleen. En ik ga lekker ontspannen. Ik kan helaas niet... We gaan waarschijnlijk niet op vakantie. Het is allemaal te kort dag. Te veel geld voor die paar dagen dat het maar kan. Dus we gaan gewoon even kijken of we hier wat kunnen ontspannen. En we zijn ondertussen natuurlijk ook nog druk bezig met het huis. Maar komt helemaal goed. Allemaal bedankt voor jullie suggesties. En misschien als dit allemaal voorbij is dat we alsnog wat langer weggaan. Voor nu ga ik hem afsluiten. Vonden jullie dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Weer heel erg bedankt voor jullie reacties. En ik zie natuurlijk graag jullie nieuwe reacties tegemoet. Ciao!